en dat is op het konto van uw partij, dat de kinderarmoede in Vlaanderen nog altijd schandalig hoog is. En dan zeggen wij, ja, wij willen nadenken over manieren om de kinderarmoede beter aan te pakken. En ten persoonlijke titel, want ik weet over welke tweet u hebt, vind ik inderdaad, dat is trouwens ook het standpunt dat ik als Brussels parlementslid altijd heb verdedigd, dat we moeten durven kiezen voor een lager basisbedrag om de sociale toeslagen, de toeslagen voor de gezinnen die vandaag hun rekeningen niet meer betaald krijgen, te verhogen. Dat is mijn tweet geweest. Laat dat heel duidelijk zijn. Collega, vandaag, ik ben aan het woord. Sorry. Excuus. Sorry. Excuus. Mag collega Van Rompuy tussenkomen? Het was een korte nacht, denk ik. Collega Van Rompuy. Ik mag onderbreken. U mag van mij. Dat is wel iets bijzonders. Ja. Ik zal de micro van Hannelore even afzetten.